wisselsuitjes. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve schorpioen. Voor de maand april 2024. Het is een algemene reading. Dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier nog een uitbreiding op maken. Meer dan een half uur extra informatie waarbij ik overal nog extra kaarten zal leggen. En in de liefde een splitsing zal maken tussen de koppels, de singles en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video of op mijn website www.soulswitch.be. Misschien ook leuk om maart terug te bekijken nu dat we aan het einde van de maand zijn. Achteraf komen er toch vaak nog extra inzichten. We gaan het even zien voor mijn lieve schorpioen voor de maand april. Wat is de belangrijkste energie? Ik heb yang-energie, goddelijk mannelijke energie. De kracht van het creëren, vuur, passie, creativiteit. Hier komt vuur uit je handen, dus je bent gedreven, gepassioneerd. En je durft het in de wereld te zetten met de mannelijke energie. Ik heb ook niet voor jou iets dat op een dienblad wordt aangeboden. Wellicht het nieuw begin. Maar dat misschien niet strategisch het beste is voor jou. Wijs jij hier iets af? Of is er een afwijzing? Als er een afwijzing is, weet... Rejection is God's protection. Dat is omdat er iets veel beters voor jou bestaat. Dus, want ik heb het lot en een schatteiland. Oké. Ja, wat ik zeg, afwijzing. Stelt dat er een afwijzing is, is het inderdaad omdat er iets in de sterren geschreven staat hier, het lot. En iets beters bestaat. Oké. En schatteiland, ik heb hier hetgene wat je manifesteert. Het overvloed, de liefde, het geluk. Wat je manifesteert, komt naar je toe. Langzaam, want het komt met een schildpad, dus het is traag. Langzaam maar zeker gaan we richting het geluk. Krijg je hetgene wat je manifesteert. Creëer je hetgene wat je manifesteert. Oké, het komt naar je toe, heb vertrouwen. Het staat in de sterren geschreven. Goed, we gaan even zien. Professioneel, wat is de belangrijkste boodschap voor mijn lieve schorpioen? Voor de maand april. De aas van zwaarden, ondersteboven. Je hebt hier iets heel helder. Je weet wat je wilt, maar je houdt het nog even voor jezelf. Je hakt de knoop nog niet door. Het is even pas op de plaats. We laten het even rusten voor nu, maar je hebt in ieder geval al een lumineus idee, een plan dat uitgevoerd zou mogen worden. Oké, maar je houdt het nog even voor jezelf hier. Financieel, dan mag ik weten financieel. Nou, mijn lieve schorpioen. De acht van pentakels. Jij werkt hard aan stabiliteit, financiële zekerheid. Je creëert hier van alles. Hardwerkend. Acht pentakels is zeker meer dan genoeg. Dus financieel ziet het er goed uit, maar je moet er wel tijd en energie in steken en dat doe je hier. Drie van pentakels, dat kan een samenwerking zijn dat we hier aangaan. We bouwen echt wel iets op. Het kan zijn dat je investeert in workshops, cursussen om je vaardigheden aan te scherpen. Om meer te weten, meer te kunnen. Er kunnen creatieve workshops zijn hier, of creatieve opleidingen. Oké, hard aan het werken. En in de liefde. Wat mag ik weten in de liefde voor mijn lieve schorpioen? Genoeg. De zes van zwaarden. En de ster, waterman, energie, het lot, maar hier ondersteboven. We varen hier weg van een uitzichtloze situatie. Met de ster, ik kan spreken over een beetje depressieve energie. Uitzichtloos, iets dat niet meer in de sterren geschreven staat. We varen daarvan weg. Je hebt je gedachten op één lijn, je weet wat je wilt en daardoor voelt het allemaal wat rustiger. Het kan zijn dat je echt letterlijk een plek loslaat, wegvaart. Ja. Het voelt heel geankerd hier. Dus we hebben het helder, we varen naar rustige waters. Oké, mooi. Onderop heb ik de 10 van zwaarden. 10 zwaarden, dat kan een einde zijn, een pijnlijk einde. Verslagen voelen hier. Voor een nieuw begin. Oké. We gaan even verder graven. Wat heeft mijn lieve schorpioen helder, maar we hakken de knoop nog niet door. Voor het professionele van mijn lieve schorpioen. Dat is deze aas van zwaarden. De aas van kelken. Je weet waar je hart sneller van gaat kloppen hier. Je weet wat je wilt.
met de ridder van Kelken. Je gaat het ook volgen, ook, maar je houdt het inderdaad even voor je. En de acht van zwaarden. Want je hebt het gevoel, nee, ik kan het niet maken. Ik zit vast, ik kan geen kant op. En professioneel heeft te maken met voor mij alles wat met het doen te maken heeft. Dus dat kan ook inderdaad nog een opleiding erbij doen, een cursus, een nevenactiviteit. Iets waar je hart sneller van gaat kloppen hier. Van de ene kant zie ik je de stap die kant op zetten. En van de andere kant, je voelt het aan alles, maar je schiet in het hoofd hier. Dat kan liefde zijn dat via het werk binnenkomt. Liefde, vriendschap, liefdevolle mensen. Maar je schiet in je hoofd. Verklaar de ridder van Kelken. Dat kan iets zijn dat jou aangeboden wordt. Of ben jij dit? Verklaar de ridder van Kelken. De 10 van Pentakels, de 6 van Kelken. Ik heb het gevoel dat jij dit bent die je hart wilt volgen. De azen zijn opportuniteiten. Dus je hebt hier inderdaad een idee, iets waar je hart sneller van klopt. En dan grijp je hem. Jij grijpt hier die opportuniteit. Tenminste, je wilt het. Maar daarvoor moeten we van alles beëindigen. En we schieten in het hoofd. Nee, dat gaat niet. We moeten het verleden loslaten en stabiliteit loslaten. Hier een plek, een familie, een huis, een langere termijn job. Om ons hart te volgen. En dat creëert conflict. Op zijn minst in het hoofd. Er kan hier ook concurrentiestrijd zijn. Waar we van weglopen. Maar je schiet in het hoofd. Toch zie ik je wel. Ja. Ik zie je nog niet beslissen. Ik zie je nog niet beslissen. Het creëert echt wel inderdaad een beetje een conflict. En je wilt je biezen pakken en vertrekken hier. Maar dat heeft ook gevolgen financieel. Oké. Ik ben benieuwd, ik ga dat zo meteen nog verder verklaren. In het financiële hebben we dus de 8 van Pentakels. Hardwerkend, studerende, creatief bezig. Dat gaan we niet doen. Hier heb ik hier iemand die aan het schilderen is. Verklaar de 8 van Pentakels. In het financiële voor mijn lieve schorpioen. De 2 van Kelken. Verliefdheid, verliefd zijn, een partnerschap aangaan. Ik had inderdaad ook al een samenwerking. Dus met de 6 van staven. In de schijnwerpers komen te staan, op het podium komen te staan. Een overwinning hier van een strijd. Dat mag ik nog weten, dank u. De schildknaap van zwaarden en de schildknaap van pentakels. Ik heb hier heel veel leergierige en nieuwsgierige energieën. Dus het kan absoluut jij zijn die hier een cursus gaat volgen. Of andere mensen gaat instrueren, les gaat geven, cursussen gaat geven. Dan doen we dit hier waarschijnlijk samen met een soort van soulmate connectie. We doen dit heel berekend. We weten wat we willen. Eerst moet er iets afgerond worden voordat we de beslissing nemen. Jij stopt hier met te denken in, ja maar, ik kan het niet, ik durf het niet, ik zit vast. Dus je komt wel uit die energie van vastzitten. En dat doen we samen. Daardoor misschien, omdat we het samen doen, hebben we een uitgesteld succes. Alleen ging het misschien niet en nu samen gaat het beter. Dat kan. We moeten hard werken hier. Voor een nieuw begin, leergierig en nieuwsgierig, stap je ergens in. En dat kan ook inderdaad een nieuwe job zijn wat je gaat doen, maar je begint onderaan de ladder. Of je moet nog een werktraject hier aangaan. Hier kan het spreken over kinderen die gaan studeren en heel berekend. Ja. Alhoewel, kinderen die dan toch niet gaan studeren, maar toch gaan werken hier. Wat gevolgen heeft voor jouw financiën? Dat zou kunnen. Ik heb een partnerschap en we willen samen investeren in een plan, een project dat ons doet groeien hier. Verklaar het uitgesteld succes. Verklaar de 6 van staven. De 4 van staven. Nieuwe stabiliteit, de volgende fase binnen een relatie. Trouwen, huis, nieuwe job. Er is een uitstel, maar het is geen afstel hier. De koningin van staven. Naar aanleiding van een teleurstelling professioneel, wellicht.
moeten we hier, pakken we de dingen hier anders aan. Door nog meer te studeren en te groeien. De aas van kelk, en dat kan absoluut met het professionele te maken hebben. Er is een kleine uitstel in wanneer je het antwoord krijgt, de go krijgt. Jij weet wat je wilt, maar dan is het nog even, moeten we een antwoord krijgen misschien, voordat we vooruit kunnen gaan. Dus deze maand is even pas op de plaats, op dat vlak, in de zin van, we wachten nog op een antwoord, op een reactie, op een goedkeuring, op een... Het is uitgesteld succes. En dit creëert heel veel stabiliteit. Een nieuwe fundering die we hier creëren. Nieuwe pilaren die we in de grond steken, waar we een imperium op kunnen bouwen. En daar werken we hard aan. Oké, mooi. In de liefde. Varen we naar rustige waters en weg van een uitzichtloze situatie. Verklaar de ster en de zes van de zwaarden. De zegenwagen. Reizen, verplaatsen, verhuizen, bewegen. Je neemt hier de teugels in eigen handen. Je weet wat je wilt. Je gaat vooruit. En snel ook. De koningin van Kelken volgt je hart. En de dood. Ondersteboven, hier ben jij, schorpioen energie. Op de een of andere manier gaan we vol gas vooruit. En tegelijkertijd we zijn wel een beetje bang voor de verandering. Of dan wel. Is hier iets nog niet afgerond? We moeten eerst iets beëindigen. Voordat we vol gas vooruit kunnen. Maar je hebt het heel helder wat je wilt. Vastzittende energie, een contract, een huwelijk dat nergens naartoe gaat, kan het zijn. Of dan wel, hè, een huurcontract, een koopcontract, dat we hier moeten stopzetten voor iets nieuws. Ik heb een hele sterke soulmate connectie. Dat kan een verzoening zijn hier met een impulsieve keizer. En wellicht kost dat een beetje geld om vooruit te kunnen gaan. We moeten even sparen. Er moet eerst iets beëindigd worden voordat we vooruit kunnen. Verklaar de dood. Dat is hier nog niet helemaal afgerond. Of zijn we gewoon een beetje bang? Ik heb een hele liefdevolle koningin hier. Liefdevolgevend geeft soms een beetje te veel. Dat kan absoluut jij zijn. Voor iedereen zorgt. Dan mag ik weten voor mijn schorpioen. Verklaar de dood. Dat is hier nog niet afgerond. Voordat we... reizen, verplaatsen, verhuizen. De aas van staven. De twee van staven. Ja, we manifesteren het. Langzaam komt naar je toe. Langzaam. Je manifesteert het. Dit is een nieuw begin. Vol bezieling, passie, enthousiasme. Young energy. We creëren hier iets. Het kan een verbouwing zijn. Het kan een verhuizing zijn. En de koning van Kelken. Jee. En dat gebeurt dus niet vaak de laatste tijd. Ik heb een koning en koningin recht overeind. Dus ik heb hier een heel liefdevol koppel. Ben jij single? Komt er hier iets nieuws binnen? Gestormd. Wat heb ik dan? Viskreeg, schorpioen en boogschutter en waterman vooral. En het gaat vol gas vooruit. We maken plannen. Misschien gaan we zelfs even een weekendje weg. Of een reis plannen hier. Dat kan. Zijn we in relatie? Plannen we hier een reis, een verhuizing? We weten wat we willen. Maar op de een of andere manier, we hebben hier een nieuw plan, een nieuw project. Dit is spannend, dit is buiten de comfortabele zone. Er zit veel chemie of aantrekking als het een nieuwe connectie is. Dit kan hernieuwde seksualiteit en passie zijn binnen een connectie, omdat we dezelfde kant op kijken. Dat kan absoluut. Misschien heb ik gewoon hier één persoon die een beetje bang is voor de verandering. Want er is afstand of er is... het is buiten de comfortabele zone. Oké. Naar de zegenwagen. De schildknaap van pentakels, de dood. Ja, voilà, we zijn hier niet bang voor de verandering. Ik heb hier het einde van iets voor. Belangrijk einde, voorgas vooruit. Met de schildknaap van pentakels... Ook hier weer kan het een kind zijn dat uit huis gaat, waardoor we het allemaal wat rustiger hebben en meer passie hebben. Het kan een job zijn dat we hier inderdaad loslaten, beëindigen, want we een job of een, weet ik veel, de schildknaap van pentakels ondersteboven kan spreken over afkeren van gezag.
Hebben we bijvoorbeeld een dominante huisbaas, dan is het nu tijd om te verhuizen. Op zijn minst te manifesteren, plannen te maken hier. Met het waas, het is een sprong in het onbekende hier. We springen hier een beetje blind in. Je keert je af van gezag. En je gaat vol gas vooruit. Krachtige energie. Er is tegelijkertijd de drijfveer van we gaan heel snel vooruit. Tegelijkertijd hebben we ook nog de... Ja, maar we doen wat water bij de wijn. We vinden een compromis. Dat heeft tijd nodig. Beetje angst voor de verandering aan één kant. Maar dit is geluk na moeilijke tijden samen. Dit is een overwinning. Wellicht pinken we wel een traan weg voor hetgene wat we achterlaten hier. Of wat beëindigd wordt hier. Maar vol gas vooruit. Weg uit een uitzichtloze, stilstaande, vastzittende energie. We varen naar rustige waters. Ik geloof niet in toeval. In het advies heb ik de 7 van lente. Wees assertief en blijf trouw aan wat jij gelooft. Kom onbevreesd voor jezelf op. Het is tijd om assertief te zijn, grenzen te stellen en door te zetten. Weten wat juist is voor jou en daarvoor te gaan. Belangrijke transformatie en heel veel beweging. Wat mag ik nog meegeven als advies? Dank u. Nog een 7. De 7 van kelken. Geen getreuzel meer. Je kracht ligt hem in het nemen van een beslissing. Verwarring die voortkomt uit het blijven analyseren van keuzemogelijkheden. Hier hebben we opties, dromen, mogelijkheden en kunnen we niet kiezen. De kracht ligt hem in het nemen van een beslissing. Praat erover, zodat je op dezelfde lijn kunt komen met een partner, als die er is. Wat mag ik nog meegeven als advies voor mijn lieve schorpioen? Jullie hebben niet zoveel advies nodig. Zevens, met de 2 zevens is voor mij spiritualiteit, persoonlijke groei, introspectie, soul search. De koningin van zwaarden. Laat mensen of dingen die je niet langer dienen los. Het is een goede tijd om je te richten op je carrière, ongetrouwde of gescheiden mensen. En de 3 van lente. Plan de volgende stappen met de langere termijn in gedachten. Wees geduldig, ervoor volgen nog meer fijne dingen. Voldoening over je uitstekend werk. De 3 van staven is plannen maken naar de toekomst. Je horizon verbreden, maar ook echt wel concrete stappen zetten die kant op. En dat zie ik je inderdaad zeker doen. Dat is nog een belangrijke timing voor mijn lieve schorpioen. Ik ga hier dus verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Ga wild. De volle maan in leeuw, die was in januari. Dus misschien was eind januari een belangrijk moment voor jou. Het is in ieder geval een moment van wild te gaan. Een dwaze sprong te wagen, vol gas vooruit. En de volle maan in schorpioen, die is dan weer 24 april. Adem door de spanning heen. En we zitten nu in eclipsseizoen, dus het zijn allemaal wel drastische eindes voor drastische nieuwe beginnen deze maand. Adem door de spanning heen. Wees niet bang voor de verandering. En ga wild. Moeilijke kaart om te schudden. Welke engelenboodschap mag ik als laatste boodschap voor u meegeven voor mijn lieve schorpioen? Integriteit. Wees flexibel, maar ook trouw aan jezelf. Als je jouw overtuigingen en waarden trouw blijft, zullen anderen je steunen en in jou geloven. Integriteit. Wees flexibel, maar zeker ook trouw aan wat jij gelooft. Aan jezelf. Blijf trouw aan jezelf. Mijn lieve schorpioen, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent. Deel, abonneer. Klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post en wanneer ik live ga. Ik ga hier dus verder op borduren. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.